Nou, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op Griekel. Vandaag gaan we tikkertje spelen met mensen. Jij bent? Jurian, Floris en Suzy. En we hebben vier cameramensen en die gaan ons filmen. Ja, hallo. Ik was hier vergeten de regels normaal uit te leggen, dus dan doe ik dat nu even. Iedereen deelt zijn of haar locatie via WhatsApp, behalve de tikker. De tikker kan dus iedereen zijn locatie zien, maar de andere niet de locatie van de tikker. Wanneer de tikker iemand tikt, zet hij of zij zijn locatie aan en degene die getikt is, die zet zijn of haar locatie uit. Wanneer je de tikker bent, moet je een timer aanzetten. Degene die aan het eind van het spel de minste tijd heeft, die heeft gewonnen. En degene die aan het eind van het spel de meeste tijd heeft, die heeft verloren. Het speelveld is het hele centrum van Tilburg, zoals op deze map, en we spelen voor 2 uur. Veel plezier. Floris begint met tikker zijn. En we beginnen nu. Redden! Nee! Nou, dan staan we dan. Ik ben erbij genaaid. Dan moeten we 2 minuten stil staan. Wacht, dan moet je even een timer aanzetten op je telefoon. Ah! Maar het is niet slim om in deze straat te blijven. Dus begin even links zo. Ik heb het idee dat ze ons als eerste gaan proberen te tikken. Aangezien ze denken dat ze ons makkelijk kunnen pakken. En misschien is dat ook wel zo. Ik weet wel dat vrouwen natuurlijk over het algemeen minder ook ambitie hebben. Alleen dit vinden heel veel mensen natuurlijk al seksistisch. Ja, maar het is gewoon zo. Welkom bij Team Gordelroos. Wij zijn leuk. Als je content wil, kijk naar ons. Ik flik er al bijna over mijn bek heen. Het plan is naar buiten en dan vervolgens weer naar binnen gaan. Binnen in de stad wil zijpaadje net zoals we er nu in zitten. Abonneer even en liken. Ik zie ze rennen dan, hè. Wel een cirkels. Ja, misschien gaan ze wel eerst op ons af. Eventjes rennen. Wanneer mogen we gaan? 10 seconden. 10 seconden gaan we lopen. Dit is Koen. Die gaan omhoog, die gaan direct... Hier is de, oh, dat is de grens al, dus ja. Ik denk dat we hun het beste kunnen insluiten. Ja, want zij zijn... Ja, oké, dat is goed. Oké, we mogen gaan. We mogen gaan, let's go. Hij mag nu gaan rennen of lopen, weet ik wat eigenlijk doen. Natuurlijk gaat Griekel rennen. Fit boy. Abonneer even en like. Waar zitten de andere groepen? Allemaal Zuid, allemaal Schouwburgring, hier beneden, wij zitten hierboven. Dus als hij ons heeft, dan is het hoeren ver lopen. We kunnen denk ik beter verder sporen daarna. Oh, ze gaan daar naar links in de Lange Straat. Dat is niet heel ver. Ik denk dat we eventjes wat sneller gaan. Gaan ze nog bij die koffieshop of wat? Ja, ze zijn hier naar links gegaan, tegenover het station. Dat is niet veel ver. Het zal oprecht dat ze daar zo meteen inkomen. Die jongen heeft echt pannen van elk geluid, dat hoor. En is de Griekel om de hoek heen. Hun zijn nog steeds rechtsonder, dus hun zijn echt amper bewogen. Floris-Jan. Suzy is weet ik veel waar. Hij is in een hoekie. En wij zijn echt Noord. Dus we hebben echt letterlijk een driehoek gevormd met z'n drieën. Oh, we zijn heel snel. Ja, daar is. Hop onder u! Hier naar rechts. Dat is niet te doen, ouwe. Ze hadden ons niet moeten zien. Nee. Fuck, daar waren ze. Ik heb ze wel eruit gerend. Oké, waar zijn ze? Ik heb geen idee waar het is. Nee, dit is de Lange Straat, of niet? Nee, dit is de Lange Straat, dit is 1 straat verder, dat is die kant op. 2 very boring minutes later. Ik zie dus ook niet waar ze gaan lopen nou. Is dit de Poststraat, ja, hè? Ja, dit is de Poststraat, oprecht. Echt waar, gast. Ze lopen daar rechts. Als ze hier omlopen, dan zien we ze. Daar is hij. Jongen! Fuck! Ik hou hem niet bij, ouwe. Ik hou die tegenwaaien niet bij. Gaat goed. Ik ben alleen een beetje buiten adem. Ik heb jouw moeder geneukt. Zou je hierin gaan? Het is doodlopend, of niet? Dat is trouwens de cameraman van het andere team. Als het doodlopend is, dan moet hij hier zo uitkomen. Ah, kut. Ja. Ja. Oh. Gaat-ie. Ja. Hé, maar wij gaan. Sorry voor het laten vallen. Yes. Boek hem. Nou, aangezien jullie al te smol is gegaan, neemt Koen het even over. Even kijken. Wij gaan proberen Suzy en Lucy te tikken. Althans, poging tot. Maar oh, er is iemand getikt, oprecht. Ja, ja. Wie? Koen en Jurian zijn getikt. Ze zijn hier aan het einde van die straat. Yeah. Dus we moeten nu natuurlijk weg, want... Zij komen die kant op. Ja, zij komen vanuit deze kant. Koen en Jurian gaan sowieso ons pakken. Nee, ja, omdat wij dichtbij zijn. Dus ja. We gaan even een stukje rennen. En nu lokken wij eigenlijk hun meer naar Floris toe.
We komen er nu tegemoet lopen. Floris. Dus als we nou zorgen dat ze dicht bij Floris zijn en bij ons, dan kunnen ze kiezen. En dan moeten wij snel weg zijn. Echt een goed verhaal. Goed verhaal. Ja. Floris loopt nu daarin. Dus dat betekent als wij zeg maar aan deze weg blijven en zij gaan zo, dat betekent dat hun gaan pakken en niet ons. Of we gaan nu ook zo en dan bij Floris. Suzie lopen daar nu, gast. Die zijn ook teruggegaan. Toen afgelopen, laten we hem hier even toe. Ja, weet je wat is, lopen we dan niet juist naar hun toe? Ja, dat is dus misschien wel, want ik denk dat hun achter Suzie aangaan. Dus laten we nog die kant op lopen. Geen idee wat ze nu moeten doen. Nu gaan we gewoon, denk ik, die kant op. Wij zijn nog iets dichterbij. Yeah. Dus als wij nu snel die kant op rennen, dan worden wij niet gepakt, denk ik. Lucie en Suzie staan dus stil. Alleen we moeten even kijken waar hun heen gaan. Yes, ze komen hierheen gelopen. Ja! Yeah! Fucking hell, ja! Yeah! Oh shit! De tikkers hebben helemaal geen locatie. Dat is Sam. Dat is Sam! Dus we weten helemaal niet waar de tikkers zijn. Verrek de Mongol! En nu is Jurian de tikker, toch? Ja, kikker. Maar de kikker. Ik heb het helemaal... Wat zat ik nou te denken? Fucking hell, kut. Volgens mij zien ze ons. Jurian, kom maar eens even flanken. Kom op. Wij moeten winnen. Dat zou even voor alle meiden in Nederland. Girls. 2 seconds later. Niet filmen. Ja, ze staan daar. Ze heeft me al gezien, volgens mij. Ze staan daar letterlijk. Dat zijn de tikkers. Dat zijn de fucking. Fuck! Ja, we zijn fucked up! Jullie hebben tikken! Jullie hadden zijn poot over gehad. We hadden het er net nog over. Van, we lopen sowieso in de val. En ja, want hun waren allebei daar. Nou, doei! Doei! Wie gaan we? Nu kunnen we even een plan bedenken. Zij zijn fucking dicht bij ons. Wie zijn dit? Dat is Sam. Oké. Gaan we doen. Ja. Oké, dus we moeten hem besluiten, want Sam is echt heel snel. Yeah. Meanwhile. We lopen nou gewoon richting Suzie. Dat is ongelooflijk goed. Wat een goed idee. Dus ze hebben nog steeds niemand getikt, die twee, hè? Op dit moment deed WhatsApp een beetje raar, dus zagen we niet iedereen's locatie meer. Dus daarom wisten wij niet dat Suzie de tikker was. Oké, we mogen nu beginnen. Dus hier zijn we meteen rechts. Oh man, ik haat het om tikker te zijn. En dan lopen we dus in principe richting Suzie dan. Suzie staat echt helemaal, echt letterlijk op het uiteinde van het puntje. Ik ben echt benieuwd wie ze nu achterna. Ja, voor hun zou het slimmer zijn om ons achterna te zitten, want dan hebben ze Suzie ook in de buurt. Dan kunnen ze kiezen. Maar ja, boeien. Boeien, Ruud. Boeien. Ik moet ze eigenlijk wel in de gaten blijven houden. Ja, ze lopen richting ons uit. Ze zijn daar letterlijk. Ze komen deze straat in. Waar ga ik zitten? Ze komen dichtbij nu. Fuck, ik ben heel zenuwachtig. Zag je iemand staat achter die auto? Nee. Jawel, letterlijk. Ik zag er een... What the fuck? Nee! What the fuck? Waar de fuck is hij nou? Ik zie hem. Waar ga ik heen? Wat zal ik doen? Moet ze maar jouw locatie stom gaan? Nee. Die van hun staat uit? Nee. Jawel. Nee. Dan lekt hij. Nee, die komt weer door het weg. Ja, flikker op man. A few inches later. Ze loopt weer. Ik kan nu beter wachten en ze dan weer proberen te tikken. Want ik ben gewoon moe. Fuck, ik had hem echt bijna, maar hij zag het te snel. Oké, we hebben het overleefd nog. Zijn er tweeling? Boys van TikTok? Nee man, als er twee meiden met de camera langskomen, zeg maar dat wij die kant op waren. Dat is goed. Je moet gewoon doen alsof er niet meer tikken zijn. Maar ze zien natuurlijk wel dat de rest nog wel de locatie zijn. Maar net als wel een probleem met de locatie ofzo. Ja. Of zal ik hem bellen? En dan zeggen we van ja, onze locatie is nu niet meer aan. Ik ga ze bellen. Ook al gebeld. Suzie. Hallo? Hoi. Sam, onze locatie zegt dat hij nog uitstaat, maar we proberen hem altijd aan te zetten, maar hij doet het niet. Ja, hoezo? Wat bedoel je? Wij hebben dingen, Jurian getikt. Ja. Zeg, zijn jullie nu bij hun? Nee, wij hebben hun getikt, maar ze zijn nu al weg. En nu zie ik ineens dat de locatie van hun nog aanstaat of zo en bij ons niet. Maar is dat dan oud? 1 minute 37 seconds later. Ja, daar zijn jullie. Ja, wij zijn geen tikker, hè? We hoeven niet weg te rennen, we zijn geen tikker. Weet je zeker? Hebben jullie al... Nee, Sam. Ja, wij hebben onze locatie gedeeld. Nee, dat kan echt niet. Kom eens kijken dan. Nee, ja, hij is sowieso de tikker. Dit is eng.
auto. Nee, ik ben geen tikker. Geef je telefoon gewoon. Ik zweer het, ik ben geen tikker. Hello darkness, my old friend. Nee, dit is niet serieus. Nee, dit verdien ik niet. Wat is er leuk? Dit kan echt niet. Hij is sowieso slim. Oh my god. Maar mogen wij nu weg? Ja, gaan we. Dan gaan we naar Floris en Jacco. Dat is sowieso leuk, want zij zijn nog nooit tikken geweest. Die kant op. Van de schouwburg ging af, die zo ver houden. Sam en Hein heeft zijn locatie niet meer gedeeld. Dus Sam en Hein is hem. Of ja, Sam is hem. Oh, maar ik denk nou dus echt wel dat zij voor ons gaan. Ze weten dat wij nog niet zijn geweest. Sam en Hein, ja. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat ze echt 100% voor ons gaan. Maar wat kunnen wij daar tegen doen? Ja, of we lopen alvast richting die anderen. Voor als we het worden, dan zijn we wel tering dicht bij die anderen. Oh ja, dat is wel oprecht slim. Ja, dan moeten we wel die kant op lopen. Als wij richting hun lopen, dat boeit dan niet heel veel. Want inderdaad, dan zijn wij dicht bij Suzy en Koen. Easy. Ja, dat is een tactiek. De kans dat ze voor ons gaan is wel groot. Floris en Jacco moeten dus even tikker zijn. Anders gaat het wel heel moeilijk worden. Maar Floris is ook best wel snel, dus we moeten echt gaan insluipen. Dat hij eigenlijk gewoon niet meer weg kan. Ze komen teruglopen. Ze zijn zo meteen letterlijk daar. Oké, we gaan even verstoppen hier. Ja, ze komen daaruit. Waar kunnen we gaan zitten dat ze ons niet zien? Hierachter, ja. Buk. Gewoon ja, we kunnen hier gaan zitten en dan gewoon staan als ik ga... Oh. Two very boring minutes later. We moeten wel gewoon... Daar komen ze. We moeten... Kijk, ik hoop dat ze deze kant op komen. Ja. Ik kom weg. Zieke tactic. Oké, top. Oké, we moeten dadelijk meteen eigenlijk naar het noorden lopen. Oh, ik schrok echt heel erg. Maar zeg maar, we wisten dat ze voor ons gingen. Ja, is... Even kijken, gewoon naar het noorden naar Suzy lopen denk ik, toch? Ja, kijk, hun lopen allebei toch daar, Koen en dingen. Ik denk dat Koen deze kant op kan lopen. Nou, let's go. Oké, let's go. Oh, ze gaan nu daar naartoe. Ze komen daaruit. Moeten we dan rennen nu even? Ja, eigenlijk hier om het hoekje staan. Even, ja, ik wacht. Kom. We gaan hier even zitten. Ik heb appelflappen bij. En nu zijn ze dus stil. Ik kan niet door de raam kijken hier. Ze zitten daar volgens mij. Echt? Een stukje verder. Maar ja, hier. Ze staan echt stil. Ja. Oh ja. Meanwhile. Wat? Oh. Ik ga gewoon rennen nu. Dit is wat saai. Kijk, achter die mensen een beetje blijven lopen. Ik zie iedereen aan het rennen, dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet goed. Ja, ik vind het prima. Wij zijn mij gezien, denk ik. Doe maar rustig aan. Hier moet ik eigenlijk tikken. Jou, hè? Ja. Wij dachten echt, what the fuck? Want wij dachten, jullie komen hier aan het eind van de straat lopen. Maar je werd toen van last, toch? Ja, nu niet meer, maar... Oh, yo. Net als ik echt goed op mijn bek gegaan. Dat is echt kut. Ja, Sam vertelde het. Oh, ja, hoe kunnen jullie locatie niet zien? Oh, wij gaan. Allee. Ik kan trouwens ook weer even rennen als je wil. Ja, doe jij maar weer dan, want ik ben helemaal moe. Floris is niet meer de tikker. Dus Koen is de tikker. Kut. Kut! Wat gaan we hier nu doen? Maar Koen en Julian waren net... Echt bij ons. Ja. Maar die zijn sowieso nu alweer ergens anders. Maar ik wil hen echt niet tegenkomen. Ik wil niet weer getikt worden door Koen. Kijken. Ik kan maar één iemand zien. Hier, live delen gestopt, live locatie delen gestopt, live tot 3-6. Zachtjes lopen. Fiets pakken. Ja. Oeps, sorry, ik weet niet of dit mocht. What the fuck, ze pakken de fiets. Rennen. Oh my god. Fuck! Ja. Hoezo pak jij de fiets? Dat is niet toegestaan. Ho. We wouden net wegvluchten van jullie. Nou, zullen wij even een fiets pakken? Dat mag niet. Nee, dat is echt degene die net zijn fiets pakt. Nou, doei. Snel, lopen. Zij zijn of hieronder, bij de plus of zo, of ze zijn bovenin. We gaan ze opwachten bij de deur. Ze zijn sowieso bij de plus, kan je bijna zeggen. Ik zie werkelijk van niemand de locatie. Alleen van Suzy. Nou, dan gaan we weg. Suzy is gestopt met delen. Ik denk dat Suzy de tikker, maar Suzy was er echt pan toe dichtbij. Bijtje werkt 1 minuut geleden. Nee! Niet dit! Wil Heingens! Ah, pak je eten! Ik heb zo'n Heingens! Samen rollen! Ja, dat werkt niet. Kut. Waarom de fuck doe jij dit? Ik dacht, je kan hier weer uit. Ja, ze zitten daar nu. Ik ben eruit. Ze is wel wankers aan het opeten. Wil je hem nog?
cheaten, jongen. A few minutes later. Ja. Weet ik het. Weg nou. Niemand. Ik zie helemaal niemand. We mogen zo meteen gaan, maar ik heb dus oprecht geen idee waar we heen moeten gaan, want ik zie niemand. Oh ja, Floris zit opnieuw. Oké, Floris is bij Happy Italy. Ze pakken gewoon weer Floris en Jacco. Oké, gaan we. Hey, daar is Julian. Oh, weg. Bespiegeling. Kijk in de fucking bespiegeling. Zo, maar die kant op. Moet hier. Ze zijn weg. Dat is de andere kant op. Ja, dat moeten we, oké. Okay. Gast, hij stond daar gewoon. Ik zat een tand te lang aan te kijken. Nee, ik zie nog steeds helemaal niemand. Hij leeft nu wel iedereen af, maar ik zie nog steeds alleen Floris. En die is inmiddels ook heel dichtbij. Die kant, dan loop ik bij die kant op. Oké, dan gaan we achter Floris aan. Floris is bij Buurtvrij. Waar is Buurtvrij? Oké, ze zijn hier links. Aan het eind van deze straat. Oh, ze komen ons tegemoet, Daar lopen ze, daarachter. Oh, ze zijn daar. Ze gaan rennen. Laten wij gewoon de andere kant op rennen. Kom. Ze zijn weggerend, ze gaan rennen. Afsnijden? Ze zijn naar rechts gegaan. Echt? Koen en Ding zijn daar, laten we die kant op lopen. Volgens mij zijn hun daar. Ik denk dat ze ons afhouden snijden of zo, maar... Maar als wij gaan nu hun naar Koen en Jurgen leiden. Ik weet niet welke kant ze op gaan. Oh, oké. We moeten terug. Ja, kijk, ze gaan over de... Oké, dan kunnen we hem daar pakken. Bij de portage. Ze komen hier zo meteen. A few minutes later. Ja, nog niet, maar hun ding... Surprise, motherfucker! Oh. Yes, boeken! Oké, we zijn getrekt. Ja, even kijken. Ik heb fucking echt ingezoomd. Hoe heb ik dat gedaan? Zijn echt toen ik schrok. We kunnen dadelijk die kant lopen, maar ik denk dat Suzy van ons aflopen. Oh, maar die maakt niet zo heel veel uit. We kunnen ook terug naar Koen gaan, alleen... Ja, kijk, hun lopen weg. En even kijken... We staan stil. Dus, willen we naar Suzy? Ik denk het wel, want hun lopen sowieso weg, toch? Suzy. Flashback. Sarah! Hey! Ja. Zit in een video, het is alweer in een video. Hey! Dat is toevallig. Kun je niet één rondje rijden? Mark, hoe kan dit? Hoe doe je dit? Ja, gewoon eroverheen. Oh, jee! Ga maar, Sarah. Nou, mag even. Sorry, ik zal niet meer schreeuwen. Nou, wacht wil je. En een flashback. Oh, hij is bijgewerkt. Ja. Oké, hun komen deze kant op. Ik denk dat we hier even achter zo'n ding op weer moeten wachten. Ja, nou, dat moet. Best wel Sam deden. Dus ze lopen echt daar, hè? Ze lopen echt tegen moed. Hey! Oh my god! What the fuck? Ik ben hem! Ben jij hem? Ja! Oh my god, hij sprong er gewoon voor. Wil hij dood? Ja, ik heb Suzy sowieso aangeraakt. Ja. Vies peuk. Ik ben getikt! Hij sprong voor de scooter! Hij was gewoon van... Ja. En toen werd ik snel nog echt geslagen gewoon. Nou, bedankt hè! Waarom waren hun ook de tikkers? Dat wist ik helemaal niet. Doei! Maar ik dacht dat Sander tikker was, dus ik was zo van... Hey. De enige die ik zie is Koen. Dus we moeten maar op Koen af dan. We zijn in de Tuinstraat. We gaan even een stukje rennen. Die lopen nu gewoon heel deze spoor aan, man. Ja, gewoon naar hem toe lopen. Naar hem toe lopen alsof wij niet de tikkers zijn. Ja. Ze zijn nu daarachter helemaal. Ja. Ze lopen hiervoor. Ja, ze lopen hiervoor. Dus okay. Iedere keer een stukje rennen. Nu. Ja, nu moeten we rennen. Hij zit hier toch in? Ja, we staan met lange haren. Dat is wel heel gezakt dan. Kom dan. Ik moet gewoon rennen. Ik heb het gezien. Zo. Waar zit je nou bij die paal, vies peuk? Daar zit helemaal niemand, jongen. Je hebt een paranoïde. Ja, maar ik zie ze niet. Hè? Ze zijn weer op die weg. Ja, kut. Zie. Hey! Hallo! Wat? Nee, jullie wel. Ja? Niet. Zijn jullie? Jawel, ik geloof het niet hoor. Daar gaat het. Gaat, anders rennen jullie toch wel weg. Nee, zit ze vast! Wij waren er wel. Geprankt! Oh! Bijna voorbij.
Jullie waren hem wel. Lucy, zat je achter die paal? Nee. Echt wel? Ja. Ja, dat zei ik. Nee, het is al achter. Echt? Oh. Hey! Jullie waren echt zo. Hoezo? Gaan we nou kijken hoe iedereen lang een tijd had? Wij hebben 35 minuten. Dat is best lang. En jullie dan? Wij hebben 11 minuten. What the fuck? En jullie? Wij zijn 12. Echt? Wij zijn 14. Wij zijn... What the fuck? Dus wie heeft gewonnen? Jullie. Gefeliciteerd. Ja, wij hebben verloren. Wij zijn echt slecht. Dank voor het kijken. Wij waren koude slecht. Like eventjes en abonneer. Houdoe. Houdoe. Dat was het.